wij hier in, ja, ik weet dat grapje is al oud, heb ik al gemaakt, in Dingsmelo Ho Ho, het volgende kersthuis gevonden. En dat is ook een hele mooie. Ik denk dat we daar even aan de deur gaan en even aankloppen. Kijken of de mensen thuis zijn, want ik heb nog wel wat vragen. Nou, bedankt dat ik binnen mag komen. Ja, graag gedaan. Met wie heb ik het te maken trouwens? Ik ben Steven Hoogland, ja, geboren in Utrecht. Ik ben 40 jaar. Ja, goed, ik woon hier al een tijdje. En jij bent degene achter al dat lichtspektakel hier op het huis en rondom het huis? Bijna, bijna. Ik ben de bouwer. Ik zet het op en mijn moeder is dan degene die bedenkt en zegt hoe het moet. Okay. Opdrachtgever, allemaal los even. Zij is het brein erachter. Ja, ja, ja. Maar jij voert al die dingen uit die zij graag zo wil hebben. Precies, ja. Zij zegt dat moet daar. En dan maakt niet uit hoe ik het moet doen. Wat er moet komen, dan moet dat daar zijn. Ik heb net toen ik langsliep gezien hoeveel lampen. Nou, ik heb ze niet allemaal geteld, maar. Er zijn toch wel een paar duizenden, mag ik aannemen. Ja, Weet jij zo ongeveer hoeveel lampen daar zitten? Nou, ik heb geschat en we komen op 1 miljoen uit. Oei. Zoveel? Ja. En hoeveel werk gaat daarin zitten om alles zo neer te zetten zoals wij het nu hebben gezien? Kost mij totaal 2 maanden, iedere zaterdag en zondag, 3 maanden. Maar alles netjes op daar. Maar dan moet je het eigenlijk ook echt met plezier doen, toch? Ja, plezier, ja, je doet met plezier en een beetje netjes moet het zijn, hè. Een beetje, ja. Dus toch voor je moeder natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. En ik mag aannemen, jullie weten, gezien de mensen die hier voor het huis gaan staan en kijken en in de auto lopen wachten en fotograferen, hoeveel mensen jullie daarmee ook een beetje blij maken, toch? Ja, volgens mij is het er heel veel. Ja, ja toch? Er komt aardig wat voorbij rijden en lopen. Zeker. Hoe lang doen jullie dat eigenlijk al? Het zal zo lang geleden, maar zo rond het bouwjaar 2000. En met hoeveel lampen zijn jullie toen begonnen? Zeker niet min of meer 1 miljoen. Dat zou wel wat minder geweest zijn. Ik wat minder, ja. Die kerstkribben, het varenpand. Ja. En dan komt iedereen onder de bijen en de schapen. En dan wordt het effect verlicht. En dan gaat er de muren eraan. En volgend jaar weer een dak. Ja. En wanneer gaan jullie alles ver afbreken? Na de drie koningen. Oké, dus na 6 januari is dan alles weer verdwenen. Dus het is kerst in de Achterhoek en wie dat huis nog graag wil zien, die moet voor 6 januari daar gewoon eens een keer hier naar Dingsmelo komen. Gewoon komen. En mogen mensen weten waar precies het huis is? Ja, zeker weten. Dat mag ik weten. Daarvoor doen we het ook een beetje, hè? Nou, dan mag je het zeggen. Dames en heren, komen we gezellig voorbij. Bergeleveld 35 in Dingsmelo. U bent allemaal van harte welkom. Kom kijken en bewonder het werk. Nou, en het is het echt waard om hier naar Dingsmelo te komen. Laat ik het zo zeggen. Dankjewel. Nou, ik zou zeggen bedankt. Graag gedaan. En wie weet, tot volgend jaar ja, komen zeker. We jullie weer op je bezoekje brengen. Zal fijn zijn. Ja?